Hier staat een mailtje, of een video in de edit. Mijn mail heb ik al weggewerkt. Het is tijd om scrapbooks op te halen. Nou, gisteren best veel gefilmd. Vooral buiten de deur is een keer toevallig. En ook van het avondeten, alles weg. Even een tip, laat je suikerpot niet vallen. Deze hondengarrie deed dat wel, dan kun je gelijk staan. Slecht licht, goedemorgen. Het is vandaag nog slechter licht. Dat is beter. Het is vandaag ergens in augustus. Ik denk 29, 28 augustus. Ik stond eigenlijk op het punt om hier een ventilator aan te gaan zetten en een gordijn dicht. Want het zonnetje schijnt en het is behoorlijk warm aan het worden. Vandaag staat op de planning 2 video's editen, nog wat werken. En ik wil kijken of ik hier wat mee kan. En ik moet zorgen dat het blikje waar jullie massaal voor gekozen hebben, dat daar de afbeeldingen plat van worden. Want die zijn zo krom als een noppeltje. Dat ga ik jullie laten zien. Want ik ga de unboxing van het blikje in deze video doen. Dat doe ik nou ja, bijna gelijk hierna. Maar eerst zit er wel even een stukje werk ertussen. Dus ik ga aan de slag en ik ga beginnen met een rolgordijn dicht doen. Staat een mailtje, of een video in de edit. Mijn mail heb ik al weggewerkt. Het is tijd om scrapbooks op te gaan nemen. Ik wil proberen een end vooruit te werken, dus een stuk of 4 op te nemen. Of dat vandaag gaat lukken, weet ik niet. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga eerst even dat Enchanted Forest uitpakken. Maar dat ga ik even van bovenaf filmen. Dus ik heb daar alles al klaar voor gezet. En ik ga daar dus nu mee aan de slag. Dus ik ga even jullie hier aan vastmaken. Daaraan. En dan kijken jullie naar beneden. Dus ik ga zo, bak ligt erop. Maar we gaan hem even openmaken. Dus even met het schaartje erin. Oké, nou. Zo ziet dat eruit. Ik moet heel even mijn camerahoek veranderen. Want dit, jullie zien niks zo. Hij stond een beetje gek. We gaan hem openmaken. Nou, het blikje waarin alles moet gaan komen. Enchanted Forest. To the Enchanted Forest where the sun beams down on you and you find your soul again. Nou, hierin moet ik hem dus gaan bouwen. Ik zal eens even voor de grap opmeten hoe groot het is. Ik had toevallig net mijn liniaal weggelegd. Zes en zeven, 13 bij... Nou, moet iets meer. 7, 8, 8,5 centimeter. Kortom, mini. Maar, dit is jullie wens. Om hiermee te gaan vreubelen. Hier zitten in A, B, C, D, E. Dat is makkelijk. Hier zit geen verf in. Oké. Een boekje. Even kijken hoeveel stappen het zijn. We beginnen met het huisje bouwen. Oh, dat is wel leuk. Je begint gelijk met leuke dingen. Oké, nou, dit is wel eentje waar je een poosje mee bezig gaat zijn. Dat ga ik je wel vertellen. Ja. Maar dat geeft niet. Een zakje met, nou ja, steentjes en zo. Zakje met allemaal gras en plantjes en kunstplantjes, stokjes, stukjes stof. En dit is eigenlijk waarom ik hem uit elkaar wilde halen. Omdat ik al vermoeden had dat dit er zo in zou zitten. En dat was ook zo. Dus dit moet even plat worden. Dus dat gaat eventjes eronder liggen. Maar ja, kijk, als het goed is past dit dus precies in het deksel. En je bouwt hem dus zo. Dus dit komt straks daarin. Nou, ik denk dat we nog heel wat werk te doen hebben. 1, 2, 3. En het klopt, alles zit erin. Nou, dat is mooi. Ik leg hem hieronder nu, dan kan hij mooi plat worden. Ik lees bij heel veel boekjes van de Action dat ze niet compleet zijn. Dus ik ben blij dat alles er zit. Even checken, want ik mis nu
Even zien wat dan FNG is. Want dat lijkt erop dat ik dan... Oh, misschien zit dat hierin. Dat kan ook nog. Dat is G. H. Ik denk dat ik ook wat mis. We gaan even kijken. A, B, C, D, E, F, G. Dat is een doosje. Dat heb ik allemaal wel voorbij zien komen. Ja, kijk, dat zit hier allemaal in. Zie je dat? G is dit losse zakje. Ik denk dat dit hier allemaal in zit. En dan drie plaatjes. Oké. Nou, daar kunnen we TZT mee aan de slag. Eerst moet het eventjes plat worden. Dat duurt een dag of twee, denk ik. Even kijken. Die kan er vast ook zo in. Ja. Nou. Uitgepakt. Nou. Gisteren best veel gefilmd. Vooral buiten de deur is een keer toevallig. En ook van het avondeten. Oh zeg. Heeft mijn schijfje het niet opgeslagen. En ik denk dat het weet wat het is. Het ligt aan deze camera. Die geeft namelijk elke keer gekke meldingen. Error. Kaart. En als je dan verder gaat met filmen, neemt hij het normaal gesproken wel op. Maar ik denk dat hij gewoon echt dat hij echt op is. Nou heb ik nog twee reservecamera's. Eentje waarmee ik altijd alles opneem voor de scrapbook video's en zo. Wat ik van boven film. Maar ik denk dat ik maar dat het tijd wordt om te gaan ruilen van de camera. Dus dat ga ik nu doen. Dus als de beelden een beetje anders zijn, dan weet je waardoor het komt. En deze ga ik gewoon gebruiken voor alleen nog maar de kleine clipjes. Ja, voor andere dingen. Dus dat betekent ook dat ik een nieuwe... Hier zit een geluidsfiltertje op. Dus dat moet ik ook even regelen. En ik moet echt op zoek naar een nieuwe camera. Een echt nieuwe camera. Zo, nu de grote test of het windjammertje op de goede plek zit. Dus ik ga nu gelijk naar boven lopen. Om te checken of dit geluid goed is. En dan denk je, maakt dat uit? Ja, want anders plak ik hem over de microfoon. Maar ik heb het idee dat hij goed zit. Dus dat gaan we nu even... uittesten. Op naar de computer. Geslaagd. Hij zit op de goede plek. Het geluid is goed. Dus dat is super fijn. Hij zit er ook netjes op. Al zeg ik het zelf. En dat is nog wel eens een dingetje zeg maar. Het is inmiddels 11:45. Er staat nog één video te renderen. Een dagvlog. Dat is vlog 1859. Dat is de laatste vlog. En daarna ga ik aan de slag met deze drie scrapbook video's die ik vanmorgen heb opgenomen. Daar ben ik de hele morgen mee bezig geweest. En dan wil ik er deze week eigenlijk nog twee, liefst drie, als het kan vier opnemen. Dus ik denk dat dat elke ochtend eventjes opnemen wordt deze week. Of ik ga zondagochtend er even helemaal voor zitten, dat kan ook nog. Nee, ik ga het gewoon verdelen. Lijkt me veel beter plan. Maar ik merk aan mezelf dat ik echt inspiratieloos aan het raken ben met de scrapbooks. Ik had gehoopt dat de zomerstop daar een beetje bij zou helpen. Maar ik merk dat ik gewoon een beetje uitgescrapbookt ben. En ik weet dat er heel veel vraag is om weer te gaan journalen. Misschien dat ik dat wel weer een beetje op ga pakken. Maar ik weet het eigenlijk nog niet zo goed of ik dat wil. Dat doe ik in mijn privé heel veel. Dat wil ik ook graag privé houden. En het wordt een beetje dubbel op als ik dat ook nog erbij moet gaan doen. Dus ja, ik weet het nog niet zo goed wat ik met die zaterdag aan moet. Ik wil wel iets aan blijven bieden van knutselen. Maar aan de andere kant, ze worden super slecht bekeken. Als ik heel eerlijk ben, maak ik ze voor misschien 100 mensen. En dan denk je, dat zijn 100 mensen die blij zijn. Tuurlijk. Maar als je bedenkt hoeveel tijd erin gaat zitten. Kijk, ik ga ze even opzoeken hoor. Ik kan het erbij pakken. Playlists. Even kijken, scrapbook. Even kijken, video's. Oh, de analytici kan ik bekijken. Moet ik even terug. Even naar dit jaar, zeg maar. De afgelopen 365 dagen. Het wisselt heel erg. Maar gemiddeld zo per video... Ja, er wordt wel meer naar gekeken dan ik dacht. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar de best presterende video heeft 85 weergaven. Dus dat is wel een beetje jammer, zeg maar. Ja. Dus snap je wat
mijn dilemma hier ook in is. Nou lijkt me dat wel heel erg weinig overigens. Ik ga even kijken naar de afgelopen 90 dagen. Ja, 131. Sommige scoren wel goed, 272, 256. Maar over het algemeen niet zo heel denderend. Dus dat is ook wel iets wat ik in mijn achterhoofd meeneem. Als je ziet hoeveel tijd ik ermee bezig ben. Dus het is een beetje lastig. Ik weet dat ik een aantal mensen heel blij mee maak. Maar ik weet ook hoeveel tijd het mij kost. Nu ben ik bijvoorbeeld een hele ochtend bezig geweest met 3 pagina's. Het is 11:45. Ik ben daar 9:15 mee begonnen. Tel uit je winst. Dus ja, dat is best wel een dingetje voor mij. Dus ik wil iets doen wat ik leuk vind ook. En ik merk gewoon dat voor het scrapboeken, dat heb ik nu 2 jaar lang echt heel intensief gedaan. Dat daar de lol een beetje af is. Dus ja, ik vind het ingewikkeld. Ik wil mensen niet teleurstellen. Maar aan de andere kant denk ik, het is wel mijn kanaal. En ik moet erop plaatsen wat ik leuk vind. En ik moet niet dingen maken omdat ik het moet maken. Dus ja. Ik weet van een aantal mensen dat ze hier echt alleen zijn voor de scrapbooks. Dus ja, misschien moet ik dat dan accepteren of zo. Help mij, wat is een idee? Ik vind namelijk het miniatuurbouwen heel erg leuk. Maar dat is verschrikkelijk lastig om dat elke week consequent video van te uploaden. Dus misschien moet ik gewoon een vlog doen op zaterdag. Ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet. Ik heb nog tot januari om te beslissen. Dus help. Ik weet het echt niet. Even een tip. Laat je suikerpot niet vallen. Deze hondengarry deed dat wel. Dan kun je gelijk stofzuigen. Het was toch bezig, dus denk dan ook gelijk maar alles even. Dus het is weer allemaal lekker fris. Even kijken, volgens mij krijg ik zo gezelligheid op de koffie. Als mijn telefoon ook nog mee zou willen werken. Die is zo dwars op het moment. Letterlijk. Zana heeft een chat gestuurd. Ik ga even kijken. Even zien. Ik zou eigenlijk live gaan vanavond nadat we hadden gegeten. En we hebben lekker makkelijk gegeten Bami. Maar we hebben iets nieuws in de gang. Het hangt eindelijk. Kijk. Een rolgordijn. Dus dan kan dit ook helemaal dicht tegen de warmte. Het is een zonwerend rolgordijn. Zijn Emily en ik even op pad geweest. Hebben we lekker ergens een ijsje gegeten. Maar ook een klopboormachine gekocht. Want nu moest ik weer iemand vragen om gaten te boren. Terwijl we dat prima zelf kunnen. Dus ja, dat was even het dingetje wat we hebben gedaan. Het is inmiddels 7:45. Ik ben net binnen. Helemaal warm, want het is buiten vies benauwd. Ik vind het echt plak weer. Dus ik ga nu eerst de hond uitlaten. En dan ga ik daarna heerlijk lang uit voor de tv. Lekker met de pootjes omhoog. Dat klinkt als een zacht plan op dit moment. Ja, het is alweer donderdagmorgen. Ik wilde zeggen vrijdag, maar het is donderdagmorgen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Heb ik verteld dat we een rolgordijn in de gang hebben? Weet ik eigenlijk niet. In elk geval, er hangt een rolgordijn. We hebben een klopboormachine. Het was een productieve dag. Ik heb echt heel veel dingen gedaan. Lekker gewerkt ook. Ik zit inmiddels alweer achter mijn computer en ben alweer bezig. Ja, heel fijn. Heerlijk, dat gevoel goed. Je ziet het zonnetje doorkomen. Ik ga zo weer het rolgordijn hier naar beneden doen. Beneden had ik dat al gedaan. En mijn grote vriend staat ook alweer te draaien. Want het belooft nog een warme dag te worden. Niet zo warm als gisteren, maar wel weer warm. In elk geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop vooral dat je mij leuk vond. Ik wens je een hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doei!